Gelderse snelwegen zijn weer vrij voor al het verkeer. Op de A1 duurde het langst door opruimwerkzaamheden bij Vorst. Veel wegen in onze provincie worden deze zomer onderhanden genomen. Dit is een relatief rustigere periode. Het is minder druk op de weg. Veel mensen hebben vakantie. Dus we hinderen daardoor minder mensen. En zwangere vrouwen preventief testen op een bacterie. Lisanne uit Brummen is een handtekeningenactie gestart. Dat het in een navelstreng gevonden wordt en dat de baby eigenlijk in de buik hieraan overlijdt, dat is gewoon heel erg zeldzaam. Goedenavond. De Gelderse snelwegen zijn weer vrij voor al het verkeer. De opruimwerkzaamheden op de A1 ter hoogte van Vorst hebben het langst geduurd. Boze boeren maakten er gisteren een bende van. Ze staken hooibalen in brand, dumpten asbest, legden autobanden op de weg, stichtten brand in de berm en spoten mest op de rijbaan. Toch hadden veel automobilisten er geen problemen mee om wat langer te wachten. Bepaalde dingetjes, dus zou ik zeggen, kijk daar wel een beetje mee uit. Maar ik zou zeggen van de acties, zodra de overheid niet overstak gaat, dan zou ik zeggen van ja, we zullen toch moeten doorgaan met waar ze mee begonnen zijn. Ik snap de protesten, maar ja, aan de andere kant, het is wel vervelend voor iedereen die er op deze manier last van krijgt. Maar ja, ook de boeren zijn belangrijk voor ons. De boeren hebben gewoon gelijk klaar. Dus Den Haag moet gewoon de boeren steunen. En dit probleem wordt opgelost. Ik ben met boeren, 100%. Ja, als je zulke overtredingen begaat, kan dat normaal gesproken flink in de papieren lopen. Zoals de afvaldumpingen en brandstichtingen. Afhankelijk van hoe de politie die beoordeelt, liggen de boetes daarvoor tussen de 300 en 500 euro. Op de A1 bij Vorst moest asbest worden verwijderd. Dat is een stof die zeer schadelijk is voor de gezondheid. Boetes voor ongeoorloofde omgang met asbest beginnen bij 1500 euro. Er hebben gisteren en vandaag nog geen trekkers op de snelweg gereden. Maar mochten boeren dat nog besluiten te doen, dan riskeren ze een boete van 410 euro. En sinds 1 juli is het verplicht om een kentekenbewijs van de trekker te kunnen tonen. Kan een bestuurder dat niet, dan kan daar ook een boete van 410 euro voor worden uitgeschreven. En niet te vergeten, bovenop al deze boetes komt nog 9 euro aan administratiekosten. Maar het dumpen van afval op een stoep is natuurlijk wel iets anders dan er een snelweg mee blokkeren. De politie sluit in dit geval zwaardere straffen niet uit. De politie zegt volop in te zetten om uit te zoeken wie verantwoordelijk zijn voor deze acties. Daarnaast laat een woordvoerder weten dat het lastig is om op te treden vanwege de onvoorspelbaarheid en massaliteit van deze acties. Ook zegt de politie beelden veilig te stellen van de protesten om ook na afloop te kunnen kijken wie verantwoordelijk zijn. Het kabinet laat weten de acties onverantwoord te vinden en het Veiligheidsberaad zegt hard te willen optreden tegen deze extremistische acties op snelwegen. Onze provincie heeft deze zomer te maken met wegwerkzaamheden. En veel mensen gaan ermee te maken krijgen. Zo is de A50 2 weken dicht. Weggebruikers moeten omrijden en rekening houden met een half uur extra reistijd. In Arnhem is de John Frostbrug dicht en kan je alleen wandelend of fietsend de brug over. En in Nijmegen zijn er werkzaamheden aan de oversteek. Auto's worden omgeleid over de Waalbrug. We staan hier op de aanrijdenroute van de oversteek achter mij en dat wordt de S100 genoemd. En daar gaan wij een onderdoorgang maken. Ook de A50 is aan vernieuwing toe. De deklaag, de asfalt, is er slecht aan toe en dat gaan we onder andere vervangen. De zomer is een gewilde periode voor dit soort grote projecten. In 2019 hebben we al met de provincie en de gemeente en de hulpdiensten overleg hierover gehad. En is uiteindelijk deze periode tot stand gekomen. Dit is een relatief rustigere periode. Het is minder druk op de weg. Veel mensen hebben vakantie. 4,5 week na de Vierdaagse weten wij dat het hier heel rustig is. En dan, ja, laten we zeggen, dan hebben wij de meeste mogelijkheden om het verkeer hier echt te stremmen. Eigenlijk zouden er op de A326 ook werkzaamheden uitgevoerd worden. Maar die werden wegens de vele projecten toch verplaatst. En dat is maar goed ook, want het is doorwerken om de deadlines te halen. Ja, het is wel heel erg goed uitgepland en we werken 16 uur per dag. En we hebben daar het personeel voor ingepland, dat gaat lukken. Wij zijn ons wel heel erg bewust, met name door corona, dat wij hier eigenlijk geen coronagevallen kunnen hebben.
Lisanne uit Brummen wil niets liever dan dat zwangere vrouwen preventief getest worden op groep B streptococcus. Een bacterie die grote gevolgen kan hebben voor een baby. Lisanne was 41 weken zwanger toen de verloskundige bij haar kindje geen hartje meer hoorde. Ja, dat dringt niet echt tot je door. Dat besef heb je niet echt. En ja, vervolgens ga je naar het ziekenhuis. En ja, daar wordt het dan helaas wel bevestigd dat het de harde waarheid is. Dus toen was onze Nino overleden. 3 weken na de stille geboorte van hun zoontje Nino wordt duidelijk dat er in de navelstreng groep B streptococcus zijn gevonden. Een bacterie die bij veel mensen voorkomt in de darmen, vagina of baarmoedermond. 1 op de 5 zwangere vrouwen die draagt dit bij zich. Maar dat het in de navelstreng gevonden wordt en dat de baby eigenlijk in de buik hieraan overlijdt, dat is gewoon heel erg zeldzaam. Zwangere vrouwen worden in Nederland alleen op deze bacterie getest als ze bepaalde klachten hebben. Lisanne is een petitie gestart omdat ze wil dat vrouwen preventief getest gaan worden, als zij dat willen. In principe is het gewoon met een antibiotica-kuur vrij simpel te behandelen. En wat als ik wel met 35 weken getest was en ze hadden het gezien? Ik weet niet hoe het zou zijn afgelopen, maar het had ook wel heel goed kunnen aflopen. Haar doel is het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer krijgen. Vanaf 1 maart tot nu heb ik al volgens mij al bijna 22.000 handtekeningen. Ik heb 40.000 nodig, maar dat ga ik wel redden. Dat weet ik zeker, met alle hulp van iedereen. Straks een band uit Wezep gaat meedoen aan een belangrijke muziekwedstrijd. En dat is voor degenen die het niet weten ongeveer de Olympische Spelen voor de muziek. Dat is niet zomaar iets als je daar mag doen. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Brakel vanochtend. De brand ontstond in een composthoop die door broeivlam had gevat. Brandweerkorpsen uit Gelderland en Brabant hebben het vuur geblust. Omwonenden werd gevraagd ramen en deuren te sluiten vanwege stankoverlast. En bijna 100.000 bierblikjes zijn vanochtend bij Waardenburg op de weg beland toen een vrachtwagen zijn lading verloor. Het ging mis in een bocht op de verbindingsweg van de A2 naar de A15 in de richting van Gorkum. Waardoor de vrachtwagen precies zijn lading verloor is niet duidelijk. Een bijzondere dag voor vishandelaar Peter uit Harderwijk. Hij keerde vandaag na 2 jaar afwezigheid weer terug op de Oud-Veluwse markt, waar zijn vader precies 44 jaar geleden voor het eerst vers gerookte paling verkocht. Het roept heel veel emotie op, maar ook positieve energie. Want ik moet eerlijk zeggen, het is voor ons natuurlijk eigenlijk gewoond om hier naartoe te gaan. Alleen zo gewoon was het dit jaar natuurlijk niet. 2 jaar onderbroken door corona. Vorig jaar overleed mijn vader, de 27e januari. Je moet het zonder hem doen, anders had ik natuurlijk vandaag nu al 6 keer gebeld van nou, hoe gaat het, hè? Jarenlang was vader Dries een vertrouwd gezicht op de Oud-Veluwse markt. Ja, dat is een foto die is 44 jaar geleden genomen, hier op de Barneveldse Oud-Veluwse markt. En dan zie je mijn moeder en mijn vader samen achter de kraam staan. Ook Peter werd al vroeg bij de palingverkoop betrokken. Ja, voor mij is dat denk ik een jaar of 30 geleden. Toen ging ik als jongetje mee met mijn vader, mocht ik broodjes maken. Daar werd de liefde voor het vak geboren en uiteindelijk heeft hij zijn vader opgevolgd. Oh, zo lekker, hè? Hebben wij de pinautomaat ergens? Ik krijg er trots gevoel van dat we toch onszelf overeind hebben weten te houden. Veel verdriet, maar ook mooie dingen. Voor veel muzikanten in Gelderland breken spannende dagen aan. Na lang repeteren mogen ze dit weekend optreden tijdens misschien wel de allerbelangrijkste muziekwedstrijd ter wereld. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Woensdagavond had de Van Limburg Stierenband zijn generale repetitie voor het Wereldmuziekconcours zaterdag. En dat is voor degenen die het niet weten ongeveer de Olympische Spelen voor de muziek. Dat is niet zomaar iets als je daar mag doen. Dus in de allerhoogste divisie mag deze band meespelen en kijken of we daar een hele mooie prijs kunnen winnen. Moeten we daar trots op zijn? Wij moeten daar apen trots op zijn. Zorgt dat voor spanning? Of, Ja, voor mezelf nu nog niet. Maar ik denk als we de vrijdag en zaterdag zijn, dan komen die zenuwen natuurlijk vanzelf al een beetje. Ik kan wel zeggen dat ik nu geen spanning heb. Maar ja, als ik daar op dat moment sta, nou, we gaan wel zien wat er gebeurt met me. Dat is hartstikke moeilijk. Want je moet namelijk ongeveer 3 dingen tegelijkertijd doen. Je moet en musiceren,
En je moet een bepaald patroon lopen. En je moet letten op degene naast en voor en achter je, dat je in het goed marsritme blijft liggen. Dus je moet drie dingen tegelijkertijd doen. En de ervaring heeft geleerd dat dat super moeilijk is. Dus ik kan u ook verzekeren dat hier echt vele zaterdagen oefenen aan vastzit, voordat je dit een beetje kunt, want dat gaat niet zomaar. En dan krijgt u nog het weerbericht. Vanavond en vannacht trekken wolkenvelden over de provincie. Plaatselijk valt er wat regen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen begint de dag bewolkt en blijft het op veel plekken droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 24 graden. Kijken we nog even vooruit. In het weekend wordt het met 25 graden zomers warm. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar vooral op zondag kan er ook een bui ontstaan. Na het weekend blijft het zomerweer, maar ook dan kans op een bui. En tot zover het Gelders nieuws van donderdag 28 juli. Meer nieuws uit de provincie is natuurlijk terug te vinden in de Omroep Gelderland app. Ik wens u een mooie avond en graag tot morgen.